van overwinning en zegen. Hoort, hij spreekt wederom, tot driemaal toe. Snel volgen zijn laatste woorden elkander op, opdat de schrift vervuld worden. Eerst het mij dorst, daarna het woord dat strijd en overwinning samenvat. Het is volbracht. En ten laatste weer de vadernaam, die in de duisternis niet op zijn lippen mocht komen. Het Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ziet hem aan. Het is weer helder licht. Het hoofd, het enige lichaamsdeel dat hij bewegen kan. Al de andere delen zijn door de nageling niet te bewegen. Heft hij nog omhoog, nog is hij bij zijn volle bewustzijn. Geen drank benevelt zijn geest, hij buigt voor God de Vader. Doch het hoofd buigt hij niet voor Satan, voor geen lijdende smart, voor geen dood. Hij is nog niet uitgeput en krachteloos. Hij zal het hoofd buigen als hij de geest zal geven. Johannes heeft het gezien en getuigt het. Het einde komt. Het komt onverwacht. Het komt plotseling. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebben, gaf de geest. Drie evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, vestigen er bijzonder de aandacht op dat Jezus niet gestorven is voordat hij met een grote stem geroepen had. Matthäus zegt, en Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Hij gebruikt in de Griekse taal het woord kratzo, dat in de klank weergeeft van in werkelijkheid aanduidt het krassen, luid roepen. Van kraal en raaf. Marcus zegt, een grote stem van zich gegeven hebbende. Letterlijk, een grote stem weggezonden hebbende. En Lucas zegt, en Jezus roepende met grote stem. En gebruikte voor roepen een woord dat wijst op spreken. Zijn grote luide stem is geen schreeuw, geen kreet zonder woorden, geen enkele klank. Uiting van verbazing, van angst en pijn, van schrik en vrezen. Geen au of hey of och. Maar duidelijk en luid verstaanbaar spreken. Zulke spreken dat het bewijs levert dat hij nog niet uitgeput van krachten is, maar helder van bewustzijn en volkomen in staat wat hij denkt in woorden weer te geven. Welke woorden kwamen over zijn lippen toen hij een grote stem van zich gaf? Vinden wij niet de aanwijzing bij Lucas en Johannes die schrijven, toen Jezus de edict genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Luider riep hij uit de woorden van overwinning, van rust, van vrede, van geloofsvertrouwen, een bede van het begin van zijn kruislijden, een smartkreet in het midden, een jubeltoon aan het einde. Wie de steile berg beklimt, jubelt het luid uit, zo hij de top heeft bereikt. Wie in de bange strijd met de verwoede vijand is gewikkeld, ademt vrijer, zo hij voelt dat de aanval van de vijand zwakker wordt, dat hij zelf geen voetsbreed van zijn plaats wijkt, zo hij de vijand ziet vluchten.
wegwerpende zijn rusting om haastiger te vlieden. En luide schalt hij het: victorie, hoeree! Ja, de top is beklommen, de vijand is getreden onder de voet, de overwinning is in het gezicht, de losprijs is betaald, aan de gerechtigheid Gods is voldaan, de Heere Gods tegenover de Satan gehandhaafd. Komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is over van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Hebreeën 10, 5 tot 7. En thans, gaande uit de wereld, zegt hij, ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Laten de duivelen het horen, laten de engelen het vernemen, dat het klinken in de oren der zondaren, het zaad der vrouw, de leeuw uit de stam van Juda, heeft overwonnen. Thans heeft hij niets anders meer te doen dan te sterven. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebben, gaf de geest. En Jezus gaf de geest. Dit is, zoals terecht wij mensen het uitdrukken, het laatste. Het spreekt vanzelf dat al de evangelisten ons dit hebben opgetekend. Matthäus zegt en Jezus gaf de geest, namelijk hij zond de geest weg. En Marcus en Jezus gaf de geest, namelijk blies de geest uit. Hetzelfde woord gebruikt ook Lucas. Bij Johannes lezen wij, en het hoofd buigende gaf hij de geest, namelijk hij gaf de geest over. In onze Statenvertaling vinden wij die uitdrukking de geest geven nog driemaal, namelijk in Handelingen 5 vers 5. En Ananias deze woorden horende gaf de geest, evenzeer van Safira in vers 10. En zij viel terstond neder voor de voeten en gaf de geest. En ten laatste in Handelingen 10 vers 23 waar Lucas het einde beschrijft van Herodes, de trotse. En van de stonde aan sloeg hem een engel des Heeren daarom dat hij goden de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En niet één van deze plaatsen wordt in de Griekse taal het woord gebruikt dat de Heilige Schrift bezigt om het einde van de Heeren te beschrijven. En voorzeker terecht, want al is bij het sterven van de Heer Jezus, bij het uitgaan van de geest, niet uitgaan van de geest uit het lichaam, het gevolg hetzelfde als wanneer onze geest het lichaam verlaat. Toch is de manier waarop zijn geest het lichaam verlaat een andere dan bij ons mensen. Hij doet zijn geest uitgaan, hij zendt hem weg, hij geeft hem over. Bij hem is het sterven een persoonlijke handeling, een persoonlijke daad. Zijn sterven is geen lot. Zijn sterven is geen lot, evenals bij ons, dat onafwendbaar over de mens komt. De dood is voor ons mede een deel van de straf, welke wij door onze zonden ons hebben berokkend. Zijn sterven doet aan het licht komen de waarheid van het woord dat onder de Joden tweedracht had verwekt. En velen doet zeggen, hij heeft de duivel, hij is uitzinnig van het koninklijk woord. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleggen, opdat ik hetzelfde weder opnemen. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde weder op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zo luidde in het midden der scharen zijn koninklijk woord. In overeenstemming met dit woord was op de late vrijdagmiddag zijn koninklijke handeling.
Bij ons is het sterven een lot. De geest gaat uit en het hoofd buigt. Bij de Heere is het een daad. Hij buigt het hoofd, zendt de geest weg en geeft hem. Daar is geen mens, de prediker betuigt het in prediker 8 vers 8. Die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden. En hij heeft geen heerschappij over de dag des doods. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Niet Judas, die op de morgen van deze vrijdag, ziende dat Jezus veroordeeld was, berouw heeft gehad, na vruchteloze poging om het ongedaan te maken, wat hij misdaan had, de zilveren penningen in de tempel wierp en vertrok, was een koning toen hij heen ging en zich verwurgde. Niet de zelfmoordenaar die in wanhoop de hand aan eigen leven slaat, is de koning, maar Jezus alleen. Hij, wie het beter ware geweest, zo hij niet geboren is, is een dienstknecht der zonde. In het sterven een slaaf. Jezus is op de vrijdagmiddag een meester, een koning, een heer, ook van de dood. Als hij de geest geeft, zendt hij hem weg, geeft hij hem over. Zie hier een gehoorzaamheid aan de Vader, welke volkomen onberispelijk is. Een gewilligheid, welke geen aarzeling kent. En een vernedering, welke het hoogste offer brengt. Zijn vernedering, vernederd worden, is een zelfvernedering. Hij, de vrije, de machtige, geeft zich vrijwillig in de dood. Waarom, zo vragen wij met onze catechismus, heeft hij zich tot in de dood moeten vernederen? Ons antwoord in de 20e eeuw kan geen ander zijn dan het antwoord van Zacharias Ursinus in de 16e eeuw. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kan betaald worden dan door de dood des Zoons van God. Te dien dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dit woord Gods in het paradijs gesproken was een wet Gods. De ziel die gezondigd heeft zal sterven. Dit woord Gods in de woestijn gesproken was een wet Gods. Zijn geboorte, zijn prediking, zijn leven, zijn tekenen en wonderen, zijn angst en vrezen, zijn smart en verschrikking, zijn pijn en lijden, alle deze waren noodzakelijk, doch niet voldoende. Zijn bloed, zijn dood, zijn stervensdaad wordt vereist. Overmits de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook dezelfde, dersgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet te doen zou degenen die het geweld des doods had, dat is de duivel. O dood van Jezus Christus, hoe zijt gij nodig en onmisbaar? Hoe is dat geven van de geest bij Jezus een rijk betoon van koninklijke macht, een treffend bewijs van kinderlijke gehoorzaamheid, een hoge daad van liefdevolle opoffering, een grote gewilligheid, een overwinning op de Satan, een verheerlijking van de Vader. En dat alles, ook dit laatste, dit bittere einde als borg en middelaar, als zoen en schuldoffer voor de gegevenen door en voor de ontvangenen van de Vader. Belijd gij het? Roemt gij het? O dierbare dood van de Zoon van God. 3. Gij kunt uw oog niet afwenden van Jezus die daar hangt aan het hout. Zijn hoofd hangt dan slap. Gebogen op de borst, gestorven houdt hij u nog vast. Meent u nog iets te zullen horen? Het is nutteloos.
roerloos, bewegingloos, koud en stijf is het lichaam. Het is afgelopen. Maak u los van hem en wend uw oog naar het oosten. Daar ligt Jeruzalem, de stad van de grote koning, door bergen omgeven. Hoe schoon is deze stad, hoe wel gelegen. Ziet gij ginds op de berg Sion, waar Davids paleis heeft gestaan? Geen koning woont er meer, doch niet op Sions berg, maar op Moria, de tempelberg, moet gij staren. Verlies die niet uit het oog. Ongeveer 2000 jaar is het geleden dat Abraham, vader aller gelovigen, die berg beklom met Isaac zijn zoon. Toen was Moria nog onbebouwd door mensenhanden. Toen had hij nog een top met struikgewas bedekt en weiden er dieren op. Abraham beklom die top om gehoorzaam te zijn aan het bevel des Heeren. Hij bouwde een altaar en bond zijn zoon erop en hij zou hem gedood hebben, zo niet de Heere tot hem gezegd heb: strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Genesis 22 vers 12. Isaac kwam op Moria nabij de dood. Doch Jezus moest op Golgotha's heuvel tot in de dood. Moria is rijk aan herinnering. 1000 jaren is het geleden dat David in diepe verootmoediging op bevel van de engel des Heeren opging naar de top om al daar de Heer een altaar op te richten op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. 1 Kronieken 22 vers 18. Opdat de slaande hand des Heeren zou ophouden van Israël. En David zeide: hier zal het huis Gods des Heeren zijn. Hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. 1 Kronieken 22 vers 1. Salomo heeft de top doen wegnemen en op de grote grondvlak de tempel gebouwd. O, laat uw oog niet rusten op de tempel. Al is deze tempel niet meer Salomo's tempel, nog is hij schoon, mooi. Zoekt met uw oog de plaats waar het heilige der heiligen is. 20 ellen in lengte, 20 ellen in breedte en 20 ellen in hoogte. Binnen deze aanspraakplaats is de ark des verbonds, gedekt met de gouden deksel der verzoening, de troon der genade. Daar zijn ook de gouden cherubijnen, welke gewicht was tot 50 sikkels goud. Boven de ark troonde de heerlijkheid Gods in de wolk. En aan de ingang der aanspraakplaats waren twee deuren van olieachtige bomen en daarop gegraveerd graveringen van serups en van palmbomen en van open bloemen met goud overtogen. Deze deuren stonden waarschijnlijk open. Doch niemand kon naar binnen zien, want van boven tot beneden toog hij voor de aanspraakplaats een voorhang heen, door met gouden ketenen overtoog die met goud. Deze voorhang was van hemelsblauw en purper en karmozijn en fijn linnen en serups daarop gewerkt. 1 Koningen 6 vers 16, 19 vers 23, 30 vers 32, 2 Koningen 3 vers 8 en 11. Hoe dicht geweven, zwaar van stof was dit voorhangsel. Houd uw oog op de tempel gevestigd. Hoor wat Matthäus zegt. Jezus, een grote stemme van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Geheel en al scheurde het, zodat de toegang door beide deuren geopend was voor oog en voet. Toen Christus de hoge priester
van het nieuwe verbond, het reukwerk zijner gebeden en zijn bloed, tot een schuldoffer aan zijn vader had geofferd, toen is het voorhangsel door God weggenomen. Hetgeen anders slechts eenmaal in het jaar de hoge priester op de grote verzoendag aan de ketentjes over de roede mocht wegschuiven. Wanneer hij binnentrad met het bloed van de var en de wierook en het reukofferaltaar. Toevallig, zegt iemand. Daar is geen toeval. Treffend, zegt de ander, valt het scheuren van het hoofdvoorhangsel samen met het sterven van Jezus. Gewis, want naar Gods bestel is dit volkomen scheuren van het voorhangsel een der wondertekenen, welke het sterven van Jezus Christus vergezelde. Want de Heilige Schrift zegt in Hebreeën 9, vers 11 en 12, maar Christus, de hoge priester, der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maagsel, nog door bloed der bokken en der kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. En Hebreeën 10, vers 19 en 20. Omdat wij, dan broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. In beginsel is dit alles geschied toen Jezus Christus op die vrijdagmiddag een grote stem van zich gaf. De opstanding en de hemelvaart zijn niet gelijk op het sterven van Christus gevolgd, maar eerst 3 dagen en 6 weken later om onze wil, opdat wij niet zouden twijfelen, nog aan de waarheid van, zijn dood, nog aan de waarheid van zijn verrijzenis. Met zijn hemelvaart en intreden in de hemel is voltooid wat op Golgotha's heuvel in beginsel is geschied. De inwijding van de verse en levende weg door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen, de plaatsbekledende borg der zijnen, kan naderen en staan voor de troon van God en de zijnen in hem en door hem en met hem. Wind thans uw ogen van de Moria af en ziet wederom op Golgotha, op die gestorven heiland. Waarlijk, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zingt bij het kruis waaraan de gestorven heiland hangt. Zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterke Heere. Zijn heilig arm wrocht heil naar leed. Dat heil heeft God ons toen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. Laat ons nog niet weggaan van Golgotha. Toeven wij nog even. Denken wij het oog op de gestorven heiland gericht aan onszelf? Jezus Christus is andermaal voor de ogen geschilderd als onder u gekruist en gestorven zijnde. Zegt u zelf, wat is de persoon van Christus? Wat is zijn dood voor mij? Toen Jezus stierf, geschiedde er nog een ander wonder dan het scheuren van het voorhangsel. De aarde beefde, de bodem golfde en deinde, schudde en schokte onder de voeten der mensen. Al dus is ook ons leven een golvende bodem. Ook wij moeten sterven. Ik hoop niet als Jezus
op dat schavot zo smadelijk en schandelijk bespot te verlaten. Ik hoop in een goede ouderdom, bemind, teder, verzorgd, beweend en bovenal in vrede. In de ware vrede, door Jezus die onze vrede is. Hoeveel duizenden kennen Jezus en de waardij van zijn sterven niet, omdat hij hen niet gepredikt is. Predikt hij de heidenen, o kerk des Heren, hoeveelen aan wie hij gepredikt is, vertreden de Zoon van God en achten onrein het bloed van het testament. Hebreeën 10 vers 29. Uit onverschilligheid of wereldzin of lastering. Zwaar zal een straf zijn. Wat is hij voor u? Een belangwekkend persoon? Een voorbeeld van verdraagzaamheid, van heldenmoed, van liefde? Een man verheven boven de hartstochten van zijn tijdsgenoten? Is zijn sterven het sterven van de middelaar? Waardevol voor u om zijn oneindige waardij? Omdat gij verlegen staat met uzelf en vreest voor de dood, uw zware straf voor God voelt, sidderende voor de toorn des Almachtigen, en zijne niet te beschrijven verbolgenheid, omdat gij hongert en dorst naar zijn gerechtigheid en het leven in de zaligheid alleen verwacht uit de dood van Jezus. O, nader dan, grijpt hem aan, omhelst hem in het geloof. Hij kan u helpen. Zal hij mij helpen, ook mij? Want hij is immers niet voor allen gestorven, alleen voor de zijnen, voor zijn volk. En behoort gij niet tot de zijnen, tot zijn volk? Hebt gij geen nationaliteitsbewijzen? Vrees niet. Gij gebroken en verslagen van hart, zo gij behoefte aan hem hebt, zo gij hem lief hebt, weet dan dat deze uitingen uw ziel door de Heilige Geest in u gewerkt worden, de onmisbare bewijzen zijn van de rijke liefde Gods, waarmee de Jezus ook u in zijn dood heeft lief gehad. Kinderen Gods, juicht om de dood van Jezus. Thans is er geen voorhangsel meer voor de geopende deuren van de hemel. Vrij is de toegang, vers en levend is de weg, door Jezus dood gebaand. Zingt daarom lof, Gode in het Lam dat geslacht is. Ja, volbracht zijn al de woorden die de Godprofeten hoorden. Ja, vervuld in het recht der wet, onze wonden zijn verbonden, onze zonden zijn verslonden en de slangenkop verplet. Da Costa.